Er staat niets meer op het spel bij IJsselmeer Vogels tegen Achilles 29. Er kan dus lekker gevoetbald gaan worden. En dat gebeurt ook. Een heerlijke middag. Dat begint met deze pegel tegen de lat van Oostdurk. IJsselmeer Vogels neemt afscheid. Bijvoorbeeld van keeper van Emmerik. Maar die wordt hier gepasseerd door Derwin Martina. De degradant uit Groesbeek op een 1-0 voorsprong. Maar IJsselmeer Vogels krijgt een snelle kans om wat terug te doen. Precies tussen twee spelers in maakt Nakadi Hens. En de strafschop voor Oostdurk is raak. Raakte dus al de lat, ook nog de paal. En na een kwartier zorgt hij voor de 1-1. Er gebeurt heel veel in de eerste helft. Waar vooral de aanvallers alle ruimte krijgen om heerlijk te voetballen. Van der Laar naar een prachtige aanval. Ook hij tegen de lat. Dan kijkt u nu niet naar een herhaling van de penalty bij de 1-1. Maar opnieuw Hens. Nu van de doelpuntenmaker Martina. Van der Laar achter de bal. En Rooijendijk andermaal gepasseerd. 2-1 de voorsprong voor de Vogels. Voor rust wordt het ook nog 3-1. Oostdurk deed het al een keer van 11 meter zonder muur. Krijgt nu de kans vanaf 20 meter met muur. Maar dat is een koud kunstje voor hem. En zo wordt het 3-1. In de tweede helft gebeurt er ook heel veel. Wordt nog een paar keer de paal en de lat geraakt. Missen beide teams kansen. En valt er ook nog één doelpunt. De maker, Barry Powell. Hij zorgt ervoor dat IJsselmeer volgens de laatste thuiswedstrijd op de Westmaat dit seizoen wint met 4-1 van Achilles 29.